Het Afrika Museum in Bergendal heeft een nieuwe tentoonstelling geopend. Het is de eerste stap naar een compleet vernieuwd museum. Directeur Stijn Schonewoord vertelt dat het plan jaren geleden al is ontstaan. Het is eigenlijk al een, een best een oud plan, wat al uh, voor uh, 2012 uh, uh, werd bedacht. Hè, van, laten we aan de slag gaan met het museum. Uh, en we zijn daar nu uh, een, uh, een aantal jaar geleden aan begonnen om uh, in fases het museum te vernieuwen. En vandaag openen we dan de eerste twee zalen van het museum met een hele nieuwe opstelling. Nou, wij, wij vragen wetenschappers, kunstenaars, mensen met een Afrikaanse achtergrond, museumprofessionals. hebben we uitgenodigd voor een consultatie en hen ook gevraagd waarvan zij vonden dat absoluut niets kon ontbreken in zo'n museum. Het museum zal er nu binnen een paar jaar een stuk anders uit gaan zien. Nou, we gaan eigenlijk alles in het museum door onze handen laten gaan. Dus we hebben natuurlijk dat prachtige buitenmuseum hier, het museumpark. Daar gaan we mee aan de slag. We hebben nog een deel opstelling boven in het museum. Dat is ook een hele grote ruimte. Die pakken we aan. En ook de publieksfaciliteiten, de horeca bijvoorbeeld, de kassa. Daar kunnen we ook een moderniseringsslag maken, zodat het gewoon voor het publiek nog fijner wordt om in dit museum te verblijven. De nieuwe tentoonstelling in het Afrika Museum is een stuk moderner dan eerdere bezoekers zouden denken. Het belangrijkste wat we hier beogen is een, eigenlijk een heel veelzijdig en evenwichtig beeld te geven van dat Afrikaanse continent. Wat eigenlijk bijna onmogelijk is. 52, 54 landen, 2000 talen, zo'n zo onnoemelijk continent. Dat kan je eigenlijk op uh, nou ja, dit, dit stukje uh, museum uh, natuurlijk niet echt recht doen. Maar we willen toch een aantal van de belangrijkste thema's die aan dat continent vastzitten hier uh, aanstippen, uh, hier behandelen. Zodat de bezoeker, als die hier geweest is, toch een andere kijk heeft op Afrika. Niet alleen oorlog en honger. Maar echt een modern continent: een bruisend continent, een energiek continent. Maar ook een continent met geschiedenis van kolonialisme, waar wij zelf een rol in hebben gespeeld. Handel, veel Nederlands-Afrikaanse relaties. Nou, allemaal elementen die een rol spelen in deze opstelling. De tentoonstelling is vanaf vrijdagavond geopend voor geïnteresseerden.